Anouk en Tino Martin hebben de handen ineengeslagen voor een gloednieuw nummer genaamd Voor Je Het Weet, onthult de zangeres in een recente podcast van Noah's Ark Label. Hij stuurde me een trek en ik dacht meteen, dit is echt een krachtig nummer, deelt Anouk enthousiast. Normaal gesproken ben ik niet zo van het Nederlandstalige repertoire, maar als het nummer goed is, dan moet het gewoon. Wat deze samenwerking extra bijzonder maakt, is dat beide artiesten recentelijk in het nieuws zijn geweest vanwege controversiële uitspraken en gedragingen. Anouk kwam in het middelpunt van de aandacht na een controversieel bericht waarin ze verklaarde dat mensen die hun Pipi eraf hakken niet automatisch als vrouw moeten worden beschouwd. Tino Martin kreeg kritiek vanwege herhaaldelijk dronken optreden op het podium. Het is eigenlijk best grappig, merkt Anouk op met een lach, een soort transfoop terf, een radicale feminist die transgender vrouwen niet als echte vrouwen ziet, redactie, en een zware alcoholist die samenwerken. Dat moet wel vonken geven. Anouk geeft toe dat ze wel wat aanpassingen heeft gemaakt aan de tekst die Martin haar had gestuurd. Het refrein voor je het weet kwam bijna te vaak terug, en ik dacht, laten we daar wat variatie in brengen. Ik moet tenslotte de tekst met overtuiging kunnen zingen. Hoewel fans ongeduldig wachten op de release datum van het nummer, houdt Anouk haar lippen stijf op elkaar. We laten het op ons afkomen, zegt ze geheimzinnig. Het komt wanneer het komt.